Philip Freeks heeft bekendgemaakt dat hij ermee stopt. Dat wil zeggen, hij stopt er maar pas mee eind volgend jaar. Hij wil 25 seizoenen volmaken. Dat had hij volgens mij al meer dan 2 jaar geleden besloten. Ik althans wist daarvan. Volgens mij had hij het al lang besloten voordat Herman van der Zandt in de picture raakte. Dat heeft, wanneer was dat? Een paar weken geleden, een paar maanden geleden. Ook weer tot een hele reeks van verwarrende mededelingen en beweringen geleid. Die ik allemaal nogal irritant vond, om eerlijk de waarheid te zeggen. En omdat Philip dat nu bekend heeft gemaakt, is er natuurlijk aan mij meteen de vraag: wat ga jij doen? Heb je opdrachten? Was je verrast? Nee, ik was totaal niet verrast. Want ik wist al meer dan 2 jaar dat Philip er zo over dacht. Dat hij er in principe tot en met het 25e seizoen door wilde gaan. Ik heb altijd gezegd, als Philip stopt, stop ik ook. Maar juist door dat verdomde gezeik, zowel een paar weken geleden als nu ook weer, heb ik besloten om voorlopig 21 jaar door te gaan. Dat we zeggen tot ik 100 word. En dan kan zijn dat mijn gezondheid te wensen overlaat. Dan heb ik al overlegd over een flesje zuurstof achter mijn stoel. Dat moet daar heel gemakkelijk plaatsbaar zijn. Dat zie je ook waarschijnlijk helemaal niet. Ik heb daar, zoals iedereen weet, een hele lichte, prettige functie. In het algemeen moet ik elk kwartier ongeveer 2 zinnen zeggen. Die zeg ik ook op grammaticaal verantwoorde wijze en met een originele woordkeus. Maar niemand kan beweren dat het een zware taak is. Dat wil zeggen, ik kan best 21 jaar door. Dat lijkt me helemaal geen probleem. Als deze hoest aan blijft houden, dan ben ik waarschijnlijk al volgende week uitgeschakeld. Ja, ik ben in Duitsland enorm verkouden geweest. Vandaar dat dit hoesten. Het is eigenlijk wel leuk om dat erbij te voegen. Omdat je ziet hoe kwetsbaar ik in principe ben. Maar ik wijs er ook nog op dat Philip dus pas eind volgend jaar ermee stopt. Eind volgend jaar. We weten dan al of Trump weer president is geworden. De wereld is ingrijpend veranderd. Het kan best zijn dat ik allang overleden en begraven ben. Nou, niet begraven, want ik word graag gecremeerd. Dus ik begrijp ook niet de opwinding. Het was notabene in het journaal. Alsof het te vergelijken viel met een aardbeving of zoiets dergelijks. Ik vond dat allemaal heel gek. Ik vind ook die rare urgentie die dan bij journalisten ineens opduikt. Alsof het hier zou gaan over zaken van de grootste importantie. Nee, dat is helemaal niet het geval. Ik weet simpelweg niet wat ik in de toekomst ga doen. En dat wordt vanzelf duidelijk. Denk ik, ben ik dood, dan doe ik het dus niet. En ben ik zwaar ziek, dan zou ik misschien kunnen debuteren als een soort een patiënt in een hospitaalbed in een studio. Er zijn verschillende scenario's zijn in principe denkbaar. Maar op dit moment weet ik het niet. En naarmate ik meer aan mijn kop gezeurd word over dit vraagstuk, word ik eigenlijk tegendraadser. En ben ik steeds meer geneigd om allemaal hele rare dingen te zeggen en nog raardere dingen te voorspellen. Dus mag ik de mediapers, door mij toch al niet zo bijzonder bewonderd, mag ik die beleefd vragen: hou op met dat gezeik. We zien het wel. Het is geen wereldhistorisch vraagstuk. Kom op.